Ja, wat ben ik hier aan het doen? Ik heb een nieuwe soort meditatie aan het leren. Daardoor moet ik een aantal weken in een klooster op water en brood. 'S Ochtends, eigenlijk is het zo dat 's morgens vroeg om 4 uur gaan we bedelen de straat op. En datgene wat je krijgt, daar eet je van. Dat is de ene dag is het meer, de andere dag is het minder. De ene dag is het lekker, de andere is niet lekker. Maar zo leer je wel aanpassen. We moeten natuurlijk uiteraard alles schoonhouden. Dus we zijn heel nederig. We moeten hier de tempel schoonhouden. Ramen zemen, vloeren vegen, stront opruimen van de beesten. Dat moet gebeuren en dan oefenen we elke dag. Dus het is een hele speciale manier van mediteren. Ik zit hier met Erwin Smit. Dat is de eigenaar van Smit Food International. Hij is de grootste leverancier van sambal en dergelijke over de wereld. Hij is een Nederlander. Ik ben hem toevallig tegengekomen 6 jaar geleden hier op de airport in Bangkok. Ik ben een tussenreis. En hij heeft me uitgenodigd afgelopen kerstmis was hij in Nederland. En heeft hij gezegd, maar luister, ik wil graag dat mediteren leren. Wil je mee naar het klooster? En eigenlijk, tot zijn verbazing, zei ik, ja, ik ga met je mee, kerel. En ik begin een heel nieuw leven. Ik begin helemaal overnieuw.